We beginnen. Welkom, goedenavond en bij deze roundtable. Ik mag vanavond de moderator zijn, dus ik praat een paar minuten en dan draag ik het vooral heel graag over aan Jan. Dus het gaat niet over mijn publicaties vanavond, maar het gaat over de publicaties vanuit jullie. Publiceren heb ik altijd beschouwd als een belangrijk onderdeel van het vakgebied om te kunnen abstraheren en om ook dat kenbaar te maken aan het vakgebied. Nou, gezien alle actuele ontwikkelingen in het afgelopen jaar met Log4j en Mediamarkt en ook op GDPR, SREMS, et cetera, zijn er meer dan genoeg onderwerpen om over te publiceren. Nou, in de, video's zie je ook Myrna. Nou, Myrna en ik en nog een paar andere mensen, maar ik weet niet of ze er zijn, druk bezig als namens de ISACA werkgroep om iedereen te stimuleren om vooral te gaan publiceren, jezelf bekend te maken, maar ook je vakbroeders up-to-date te houden. Vakbroeders, vakzusters, vakmensen daarin. Daarom hebben wij eigenlijk iemand met, laten we zeggen, op meerdere fronten van ervaring met publicaties, eigen publicaties, controleren van andermans publicaties, helpen van studenten met scriptiepublicaties. Jan, dit is mijn kleine intro en de rest laat ik gewoon aan jou over, want dat kun jij veel beter dan ik al. Dus ik geef jou de vloer. Nou, goedenavond. Er zijn heel veel mensen, blijkbaar 195 mensen hebben zich aangemeld. Ik zie niemand, alleen Rob zie ik nog, maar verder is iedereen anoniem. Maar misschien dat daar tussendoor anders zal zijn, want het zou zomaar kunnen zijn dat er iemand iets te vragen heeft of zo. En Barry zal dan min of meer ingrijpen, interveneren en een signaal afgeven. En als dat degene die iets te vragen heeft of iets op te merken heeft, dan even zijn camera aanzet, dan kan ik het ook nog zien. Dat is altijd wel, dat vind ik altijd wel mooi meegenomen. Jan, misschien goed ter ervaring. Als je een vraag hebt, steek even een handje op of zet het in de chat. En dan zorg ik dat die bij Jan terechtkomt. En ik vergat nog te melden bij de roundtable is dat natuurlijk van ISACA en Norea gezamenlijk is. Dus vandaar dat we met een hele mooie grote groep mensen zitten. Jan, sorry Jan voor de spreking. Hij is nu bij jou. Doe dat meer. We gaan het ook nog over proefschriften hebben. Dus ik neem aan dat jij dan zeker in de mogelijkheid aan zult grijpen om wellicht nog wat toe te lichten. Dat is ook geen enkel probleem. Graag zelfs. Wat dat betreft ook elke mogelijkheid aangrijpen. Als er vragen zijn, doe het gewoon. Anders moet ik een uur aan elkaar zitten te leuteren. En dat is toch wel een heel eind. Hoewel dat mijn naam, gezien mijn naam, eigenlijk wel zou moeten kunnen. Ik zal mezelf nog even kort introduceren. Ik ben Jan Verpraat. Ik ben inmiddels gepensioneerd. Ik ben 66 jaar, dus ik ben nu ook echt gepensioneerd, zeg maar. Dus AOW gerechtigd, of hoe heet dat. Ik ben al een paar jaartjes eerder gestopt, maar ik doe nog wel steeds, ben ik nog actief aan de Vrije Universiteit, aan de opleiding, zoals een aantal van jullie waarschijnlijk zullen weten. Ik heb daar altijd, toch vele jaren, het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging, of de administratieve organisatie, of wat ik noemen wil, maar gewoon eigenlijk bestuurlijke informatieverzorging gegeven. Dat doe ik nog steeds. En daarnaast doe ik op de VU ook nog een stukje aan scriptiebegeleiding. Ik coördineer ook het hele scriptieproces. Een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een belangrijk onderdeel ook om je te profileren. Zowel de opleiding op de rit te zetten dan naar buiten te brengen. Maar ook voor jezelf als persoon. Vandaar ook dat ik dat onderwerp ook zeker vanavond nog aan de orde zal brengen. Ik heb zelf IT-auditor en registeraccountant. Ik ben nog steeds IT-auditor, ik ben nog RE, ik ben nog ingeschreven. Ik kreeg gisteren de nota van €100 die ik nog moet betalen bij NIVRA of Norea of NIVRA of NBA heb ik me wel uitgeschreven. Dus ik mag niet meer zeggen, ik mag wel zeggen dat ik registeraccountant ben geweest, maar ik mag de titel in ieder geval niet meer gebruiken. En dat doe ik dan op mijn heel voorzichtig niet. Ik heb bij vele accountantskantoren gewerkt. Eigenlijk een beetje te veel wellicht. Maar ik heb wel in ieder geval wel wat gezien wat dat betreft. En de laatste jaren, heel veel bij de overheid actief geweest. Ook in mijn accountantstijd bij de accountantskantoren ook al bij de overheid heel actief geweest. Maar daarna als
directeur van de accountantsdienst van, of auditdienst van het ministerie van destijds nog Justitie. Ik heb het nog heel eventjes meegemaakt dat het Veiligheid Justitie ging heten. Toen die verdraaide, hoe heet die ook weer, die meneer uit de opstelte minister werd. En dat is zo iemand die alles groot wil hebben. Dus die dacht, ik wil een groot ministerie hebben. Dus die heeft er meteen veiligheid bij gehaald, de politie erbij gehaald. Waardoor Justitie, Veiligheid Justitie, echt het... echt het grootste departement was. Zo is niet zo goed afgelopen met meneer Opstelt, want hij heeft toch voortijdig moeten vertrekken. En de gevolgen zijn nog steeds te overzien, want de politie is nog steeds in crisis, moet ik eerlijk zeggen, als ik die verhalen af en toe zo hoor. De laatste jaren heb ik nog gewerkt als IT-auditor bij MN, pensioenfonds, pensioenbeheerder van de metaalnijverheid in het Haagse. Daar heb ik de laatste jaren gesleten en... het is wel bijzonder, met name dat laatste is toch wel bijzonder om dat even op te merken, want toen ben ik eigenlijk een beetje in de anonimiteit verdwenen en dat heb ik gemerkt. Iemand waarschuwde mij daarvoor, Jan, dat zul je last van krijgen. Dat is natuurlijk ook zo. Ik heb toch wel gemerkt daarvoor bij de accountskantoren en zeker ook toen ik bij Justitie zat. Dan heb je een belangrijke functie en dat naar buiten toe heeft dat ook consequenties. Dus je wordt, het heeft ook vervelende consequenties, maar ook heel veel leuke consequenties. Want je wordt regelmatig gevraagd om presentaties te geven, lezingen te geven, bijeenkomsten bij te wonen, lid te worden van diverse commissies en dergelijke. En dat is allemaal weg. Dat is allemaal, doordat je toch wat terugtreedt, is dat eigenlijk allemaal verdwenen. En van de ene kant is dat leuk, aan de andere kant vond ik het, heb ik dat toch eigenlijk wel gemist. En dat heeft eigenlijk ook alles te maken met die opmerking, met de titel van mijn verhaal, Het leven is verrukkelijk. En dat is eigenlijk... Het is gewoon een titel van een roman van Remco Kampert, als ik me goed herinner. Maar als je dus publiceert, als je er naar buiten treedt, dat is goed voor je carrière en dat is ook goed voor je persoonlijk functioneren. En dat maakt het leven eigenlijk wel een stuk aangenamer. Vandaar dat ik het toch een warme promotor ben van het feit dat je naar buiten moet treden en je moet laten zien dat je wat je in je mars hebt. En er is ook eigenlijk ook wel heel veel behoefte aan. En ik heb het idee, we zouden het eigenlijk eens een keer moeten uitzoeken, dat er op het ogenblik vrij weinig gebeurt. Ik kan me nog herinneren in mijn tijd dat ik studeerde nog bij het NIVRA, accountancy, dat er toen al die discussies waren over de accountantscontrole, ga ik het oudste aanpakken, de beroemde NIVRA-geschriften 13 en 27 en zo, over de automatisering en de accountantscontrole en dergelijke, met al die hoogleraren, die Cox en Bram van den Berg en Hans Monen en zo, dan ben ik even zijn naam kwijt, Cor Mollema en zo. Allemaal mensen die dus toch wel wat gedaan en gepubliceerd hebben om het vakgebied wat verder te brengen. En ooit verscheen ook nog eens een keer het Norea-geschrift. Heeft Norea ook geschriften geproduceerd, maar volgens mij is er dat maar eentje geweest. En dat is echt al heel de tijd geleden. En daarna is er eigenlijk niet zoveel meer gebeurd. Dat is af en toe vind ik dat eigenlijk wel jammer. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat ik door vanavond dit verhaaltje te vertellen wellicht mensen toch weer aan kan zetten tot publicaties en dat dan ook op een verantwoorde manier te doen. En juist dat verantwoorden en het goed te doen, dat zal ik het komende uurtje met jullie door willen nemen. Ik heb daarvoor wat materiaal bij elkaar gezocht en wat op een rijtje gezet. Heb ik op een paar slides gezet en die ga ik met jullie doornemen. Het is enigszins vrijblijvend. Ik heb er niet uitgebreide literatuur bij gezocht om het allemaal breed uit te winnen. Ik heb me echt gebaseerd op mijn eigen ervaringen die ik in het verleden opgedaan heb met publiceren. Ook mijn ervaringen die ik opgedaan heb met het scriptieproces. Zowel bij de Vrije Universiteit, maar destijds heb ik het ook gedaan bij Nijenrode, ik zou bijna zeggen niet van Nijenrode, maar Nijenrode is het, en ook op de Erasmus Universiteit bij de opleiding heb ik ook
Die is ook een scriptieproces. Daar doen ze al jaren scripties schrijven. Dus, en daar heb ik ook als begeleider opgetreden. Dus ik heb wat dat betreft eigenlijk nog wel wat gezien. En, ook nog de mooie dingen, dat was zeker bij de overheid toch wel het geval. Werd je nog regelmatig wel eens gevraagd om... verhaaltjes van ministers en directeur-generaal en secretaris-generaal, om die te schrijven. En zeker als het ging over onderwerpen die mijn vakgebied raakten, accountancy, IT, werd er nog eens een keer gevraagd van Jan, schrijf eens wat op papier. Dan is het natuurlijk helemaal mooi om dat later dan voorgelezen te zien door een van de houten methoden van in dit geval het departement van justitie. Dus ook een bijzondere wereld, maar daar ga ik zo dadelijk waarschijnlijk wel iets over vertellen. Nou, dat is kort mijn verhaal. Nou, jullie weten, dat vind ik nog steeds, dat is mijn baas aan de VU, dus Abbas Shahim, die zegt het ook regelmatig, dat ik dan toch de auteur ben van nog steeds het eerste en volgens mij het enige Nederlandstalige boek op het gebied van IT auditing. Het is al 30 jaar oud inmiddels bijna. Volgens mij over een paar maanden 30 jaar. Dus het loopt al een tijdje mee. Maar ik ben er eigenlijk nog steeds wel trots op dat het boek eigenlijk nog steeds, zijn wel drukker geweest, eigenlijk in sommige situaties nog steeds gebruikt wordt. Hoewel het ondertussen toch wel aan vernieuwing toe is. Dus als er iemand zich geroepen voelt, nou, wat let je om mee te doen. Oké, ik bekreeg dat net wat moeilijkheden met het doen van het geven van de presentatie. Dus in feite doet Barry dat nu voor mij. Dus ik zou Barry willen vragen om de volgende slide op te zetten. Wat wilde ik gaan doen? Ik heb het hier even op een plaatje gezet. Ik wilde eerst even, ik heb het risicoanalyse genoemd, maar even wat algemene punten ten aanzien van publiceren gewoon aan de orde te stellen. Dingen die gewoon in de algemeenheid gelden en waar je gewoon terdege rekening mee zult moeten houden. En wat ook gewoon, waar ook de fout kan gaan en waar je attent op moet zijn. Dus ik heb eerst even een aantal zaken op een rijtje gezet. Dat heb ik even genoemd om een beetje vaktechnisch verantwoord bezig te blijven, onder de noemer risicoanalyse gezet. Daarna wilde ik een aantal vormen van publiceren aan de orde stellen en daarbij aangeven welke er zijn en waar je op rekening moet houden, hoe je dat aan moet pakken en als je behoefte hebt om te publiceren, waar je rekening mee moet houden. Dus dat gaat vanaf van proefschriften tot aan, ik heb het even vluchtschriften genoemd, de ruimpje, de vrijsprekende Sinterklaas gedichtjes, maar ook het vertrek van mensen en dergelijke, die moeten af en toe toegesproken worden, die moeten ook wat, dat heb ik even onder noemen vluchtschriften, die komen zo dadelijk ook nog aan de orde. En dan, als we dat allemaal hebben gehad, dan wil ik nog even het boeltje samenvatten en even wat conclusies trekken en hopen dat jullie daar je voordeel mee kunnen doen. Volgende slide graag. De risicoanalyse. Het eerste punt, en dat staat hier, heb ik even gezet, bezint eer je begint. Dat is toch wel belangrijk. Ik heb... als je gaat publiceren, als je iets op papier wil gaan zetten, als je iets naar buiten wil brengen, dan moet dat op een verantwoorde manier gebeuren. Daar moet het nodig aan gedaan worden, er moet veel onderzoek gedaan worden, daar moet veel afgewogen worden, alle aspecten, het moet breed uitgepakt worden, je kunt geen dingen vergeten. Dus het kost gewoon, dat is het tweede punt, het kost eigenlijk ontiegelijk veel tijd. Je denkt, dat doen we even, maar dat is gewoon niet zo. Dus als je eraan begint, ja, ben je wel bewust dat het gewoon, dat je dat zorgvuldig moet doen en dat het veel tijd kost. Daarom ook bezit je het begint. En dat betekent ook, als je helemaal begonnen bent, dan zul je ook door moeten gaan. Dus niet zomaar even één keer en dan is het klaar. Nee, als je ervoor kiest om die kant op te gaan, dan heeft dat als consequentie dat je eigenlijk door zult moeten gaan. Anders is het een zogenaamde eendagsvlieg. En als het dan nog een beetje tegen zit en het komt niet, je bereikt je doel niet helemaal, ja, dan is dat toch eigenlijk jammer. Dus ik wil toch even meegeven, als je het gaat doen, doe het. Maar denk goed na.
Kan ik het aan? Want het kost gewoon veel tijd. En dat is het tweede punt. Nou, er zijn zeker een aantal, als je wat het vak wat verder wil brengen. En je wil echt een boeken gaan schrijven. Of proefschriften of scripties. Ja, dan moet je daar gewoon veel tijd voor uittrekken. Als ik zie hoeveel tijd mij dat boek ITO, dat de inleiding IT auditing of IDP auditing, wat mij dat heeft gekost, dat is echt heel veel tijd. En zeker ook in combinatie met een normale baan. En zeker als je nog in het begin van je carrière staat, je hebt al een vrij volle werkweek, dan is het echt... Ja, dan is het moeilijk. En je kunt niet zeggen van nou, we doen dat een uurtje per week of zo, of iets dergelijks. Je moet daar toch veel meer tijd voor uittrekken om het te doen. En niet allemaal in stukjes. Je moet het proberen zoveel mogelijk in één keer te doen. Je kunt wel iets spreiden, maar let er even op. Het kost gewoon een bepaalde tijd en... Dat wil ik toch wel even op wijzen. Je leest vaak in die, ik moet eerlijk zeggen, in boeken of zo, altijd van die dankwoorden, dat de hele familie bedankt wordt. En vrouwen en kinderen, of partner en kinderen, laat ik het zo even zeggen. En eventueel de rest van de familie en collega's en de opa's en oma's en zo. Eindelijk af en toe denk ik van laat maar. Maar aan de andere kant, je hebt hun steun wel nodig, wil je iets gaan doen. Dus ben ervan bewust. Een ander probleem, taalgebruik. Ja, dat is verschrikkelijk. Echt, dat is een vreselijk, eigenlijk gewoon een enorm punt van aandacht. In dat scriptieproces dat ik nu bij de VU, wat ik zie, het is onvoorstelbaar hoeveel fouten er gemaakt worden, hoeveel zinnen niet lopen, hoeveel zaken gewoon niet goed gaan. En... ik kom er straks wel op terug dat je meelezers moet hebben of collega's die het allemaal nog eens na moeten lezen. Vaak zie je dat weer, die lezen het, maar die zien het vaak ook niet. En soms zie je dat toch gewoon dingen fout gaan. En echt over één taalfoutje, ja, dat wordt je echt enorm aangerekend. Dat heb ik zelf al een paar keer mogen ervaren. Ook zeker in de tijd van dat je nog rapporten schreef. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Die fouten worden je aangerekend. En zeker in dit IT-tijdperk. Vroeger toen ik... in 1977 begonnen ben bij Kleinveld Kraaienhof & Co. Wie weet het allemaal nog. Toen werd er nog gecollationeerd. Dus alle teksten werden door twee mensen. Eentje werd opgelezen en de andere corrigeerde dat. En toen kwamen die fouten er wel uit. Alle tellingen werden nagelopen. In de lengte en in dwars geteld. En ik weet allemaal niet wat er allemaal meer moest gebeuren. Alles werd dubbel overgedaan. En met de intreding van de PC, zeg maar, met het digitale tijdperk, is dat allemaal verdwenen. En je ziet mensen dus teksten plakken, teksten ergens anders vandaan halen. En in een rapport vergeten ze toch de jaren te veranderen. Ik noem maar even wat. Of je ziet ook wel eens dat ze iets in een onderzoeksvoorstel hebben gezet. En dan in de definitieve scriptie worden die teksten er zo ingezet. Terwijl een voorstel vaak toekomstig is geschreven. Terwijl de scriptie natuurlijk toch het verleden in feite benadrukt. En dat vraagt dus om een herziening van de teksten. Dat wordt vaak niet gedaan. En dat is toch af en toe lastig. Hoewel het onderwerp wel goed is, maar... Want uiteraard moet de aanpak moet ook in de uiteindelijke verhaal, in het rapport of in de scriptie of in het proefschrift, moet het wel terugkomen. Maar wel graag in de goede tijd geschreven. Nou, dat zijn van die punten die meespelen. Ja, en dan een onderwerp wat mij na aan het laag ligt. En ik moet altijd uitkijken met dat onderwerp, maar ik ben iemand van het Nederlands. Ik...
Dus ik had misschien andersom moeten zetten, zie ik die bullets. Maar ik zie ook studenten op de VU en in het dagelijks bij de grote kantoren in ieder geval. Het zal bij de overheid misschien iets anders liggen. Maar zeker in de accountantswereld en in de IT-wereld wordt alles in het Engels gedaan. Alles wordt in het Engels gerapporteerd en zo. En bij ons op de VU zijn ook alle slides tegenwoordig in het Engels. Op een gegeven moment moesten er ook Engelse colleges gegeven worden. Nou, daar heb ik voor bedankt. Ik begin er niet aan. Ik weet gewoon dat ik dat niet kan en dat het ook niet goed is. Dat is een keuze die je hebt. Nou, dat heeft consequenties. Maar ik zie toch regelmatig Engelse teksten en ik kan er niks aan doen. Ik heb toch heel vaak het gevoel van, dit klopt niet. Het lijkt wel Nederlands-Engels of zo, of voor Nederlands-Engels. Ik weet het niet wat het is, maar ik vind het niet, het swingt niet, het loopt niet. Ook al mensen, als je geen native speaker bent, ik denk dat het dan toch nog steeds een punt van aandacht is. Het valt mij in ieder geval zeker bij die scripties die ik zie, en ik lees er meestal overheen, want ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, maar ik heb toch af en toe het gevoel van dat zou eigenlijk anders moeten. Dus ik denk, als je iets gaat doen in de publicerende zin, denk er goed over na. Ga ik het in het Engels of in een andere taal, maar dan is het Engels dan het meest voor de hand, denk ik. Of doe ik het gewoon in het Nederlands. En laten we eerlijk zijn, zeker op ons vakgebied, Nederland telt echt mee. Nederland is gewoon een relevant land, heeft vaktechnisch het nodige gepresteerd. Dus we staan echt op de kaart. En daar moeten we ook trots op zijn. En dan moeten we gewoon zeggen van, we doen het gewoon in het Nederlands. En als de anderen het willen lezen, dan laten ze het maar vertalen. Af en toe heb ik dat idee wel. Dus we moeten gewoon wat meer. Nou moet ik uit gaan kijken. Want ja, het neigt dan een beetje wildersneigingen te hebben. Maar dat is echt niet de bedoeling. Nederlands, ik ben er toch wel een groot voorstander van. En doe het gewoon. Want er is basis genoeg voor, er zijn genoeg. De doelgroep is groot genoeg om het op een verantwoorde manier in het Nederlands te kunnen doen. Dus ik vind dat wel een punt wat ik gewoon even toch aan de orde wilde stellen. Ga dat voor jezelf na. Wil je de publiciteit zoeken? Wil je naar buiten toe? Denk er even over na wat het beste is. Dan, ja, ook een discussie, plagiaat, jatten van teksten. Ja, dat ligt heel moeilijk op de universiteit. Er wordt over het algemeen gebruik gemaakt van plagiaatsoftware, dus worden de scripties, met name zijn dat scripties, worden door de software gehaald en wordt er gekeken of er geen verkeerde teksten in staan of dat er geen jatwerk is. En het gebeurt toch wel eens dat er wat teksten gevonden worden. Hoe die software precies werkt, weet ik niet. Ik heb het bij de VU zijn we het aan het overwegen om het te gaan doen. We doen het op het ogenblik nog niet. Maar we hebben wat nieuwe scriptiebegeleiders en die zijn er toch wel even geïnteresseerd om dat toch toe te passen. Het probleem is nu dat om dit te voorkomen, dat mensen, en dat vind ik altijd wel heel bijzonder om te lezen. Ik lees natuurlijk nog wel wat van die scripties. En dan zie je dat een bepaald onderwerp, ik noem maar even wat, de onderzoeksaanpak, ja, we gaan een case study doen. Ja, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van Yin en zo. Dat is dan iemand die daar heel veel over geschreven heeft. En dan zie je dus iedere keer dat verhaaltje terugkomen, maar iedereen heeft in zijn eigen woorden. En dan denk ik, ja, dat is dan dus, daarom is het dus geen plagiaat meer, maar ze zeggen allemaal wel hetzelfde. Dus bij mij komt af en toe wel eens de gedachte op van, schrijf het dan gewoon op en maak er een verwijzing van. Dan is het eigenlijk ook goed. Ik vind het moeilijk hoor, ik vind dat een moeilijk punt. Maar let even op, mensen zijn er alert op. En op het ogenblik komt het regelmatig voor dat er gezegd wordt dat er sprake is van jatwerk en dergelijke. Dus ben je daarvan bewust, als je iets van een ander gebruikt, maak nadrukkelijk gebruik van verwijzingen. Geef een goede onderbouwing. Maak met verwijzing naar de literatuur waar je het vandaan hebt gehaald. Dan is er in principe, zolang het niet te groot wordt, is dat geen probleem. En als je gaat herschrijven, dan probeer er ook een iets meer aan toe te voegen dan alleen maar de zinnen omdraaien of iets dergelijks. Zodat,
Dat vind ik toch wel even een punt om dat mee te geven. Een vraag. Ik vermoed dat die vraag wat minder voor jou van toepassing is, hoor, want de vraag is: heeft Isaka publicatieteam ook plagiaat software? Nou, volgens mij kun jij die vraag niet beantwoorden, dus dan neem ik aan dat ik het mag beantwoorden. We maken er op dit moment nog geen gebruik van, Gilbert. Er zijn online weliswaar een aantal plagiaat tools, gratis ook. Daar wordt wel gebruik van gemaakt. Dat is in ieder geval mijn natuurlijke neiging altijd. Maar dan op dit moment vooral gebaseerd op de verdenking van, hey, dat is raar, ziet er gek uit. Maar tot op heden zijn de artikelen allemaal fantastisch geweest en naar mij weten geen plagiaat. Maar echt software aangeschaft? Nee. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb er wel ervaring mee bij Nijenrode, maar daar werd het wel intensief gebruikt. En daar gebeurde het toch vrij regelmatig dat er zelfs op zinsniveau, dus zinnen, dat die dus gedetecteerd werden. En daar ontstond toch regelmatig discussie over. Want ja, één zin, hoe erg is dat nou? Dus uiteindelijk ging dat meestal dan toch wel door met een kleine waarschuwing. Maar verder liep het. Maar het is ook heel opvallend. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook eens een keer een reader geschreven. Ook voor Nijenrode trouwens, ook voor BIF. En ik heb daarbij echt veel gebruik gemaakt van mijn eigen boek. Ja. Zonder verwijzing overigens, gewoon teksten bijna letterlijk overgenomen. Maar ook die reader is door de plagiaat software gehaald. Maar er werd niks opgemerkt. Dus dat ging gewoon goed. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat mijn boek niet in de database zat. Ik zit hier vlak naast de Universiteit Maastricht. En mijn vrouw die werkt daar als docent. En daar wordt toch wel heel veel uitgehaald. En regelmatig studenten naar de examencommissie verwezen om het een en ander uit te leggen. Ja, ja. 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 Is dat trouwens ook een vraag van Violetta, als ik de naam goed uitspreek? Ja, ja. Ja. Hallo, ja, ik ben Violetta Verbraak en ik ben 3 jaar geleden gepromoveerd op de Erasmus Universiteit op thema internal audit effectiviteit bij professor Harry Commandeur. Ik weet niet, Jan, of jij hem kent? Nee, hij is geen bekende naam. Ja, samen met Arno Nuiten was mijn mentor. En ik heb eigenlijk meerdere vragen en ik moet echt zeggen dat ik onder indruk ben van Jan, dat hij zo enthousiast is, nog steeds, ook in, hij is pensioneerd, maar hij praat met zoveel passie. En ik ben op dit moment zelf bezig met artikel publiceren en dat duurt zo lang en dat neemt zoveel tijd en ik ben nu 2 jaar bezig, maar als ik jou zo zie praten, hoor praten, dan ben ik weer enthousiast geworden. Dus never give up, gewoon doorgaan en niet opgeven. Dus dat is een compliment voor jou. En ten aanzien van die plagiaat vraag, dat is heel afhankelijk, denk ik even, voor de mensen die hier zijn. Dat is heel afhankelijk wat jij publiceert. Hè? Ik denk dat als je bepaalde dingen schrijft, als referaat of scriptie, dat die eisen daar wat lager liggen. Maar voor een boek of proefschrift, tenminste mijn ervaring was dat mijn boek was een paar keer doorheen gegaan door die plagiaatsysteem op Erasmus. En op zich viel echt reuze mee, want ik wist dat ik geen plagiaat heb gedaan, maar je bent wel zenuwachtig. Hè? Ja. Dus dat op Erasmus was, als ik mij kan herinneren, 3 jaar geleden, 2018, dan kon je een aantal percentage van die herhalingen wel hebben, dat accepteren ze. En als je boven die percentage was, dan heb je een probleem. Dus ik was lager van die dingen. En ik had mooi netjes referenties overal bijgezet, dus dat was geen probleem. En als je citaat hebt, natuurlijk, dan moet je het citaat maken. Ja. Dus dat is wel op te lossen, maar het is wel inderdaad met dat software heb je altijd, zit je een beetje op je zenuwen. Ja. Ga je doorheen, ga je niet doorheen? Dus dat is, voor proefschrift is dat strenger, denk ik, dan voor referaat. En voor publiceren van artikelen allemaal, want wij hebben van die topjournals en die letten op alles, denk ik. Ja.
Dus dat, dat is mijn commentaar op die plagiaat dingetje. Ja. Ja, ik herken het. Daarom gaan we bij de VU, we moeten het ook gaan doen hoor. Maar ja. Ja, het is dan weer toch wel een. Soms dan denk ik van, jongen, heb je dat nou niet geregeld? Want dat is, je zou denken ook bij andere opleidingen of zo. Maar het is gewoon geen topic op de VU. Dat viel me van me gewoon op. Dus niet alleen bij accountancy, maar gewoon in zijn algemeenheid. Op die hele universiteit heeft het weinig prioriteit. Terwijl ik, ja, dat hoor ik bij jou nou ook weer op de Erasmus en op Nijrode zie ik het wel intensief ingezet worden. Dus, ja. En Jan, ik wil ook nog erbij zetten, bij toevoegen. Het is ook heel afhankelijk waar jij publiceert. Hè? Want natuurlijk willen wij in topjournals publiceren. En als je in topjournals publiceert, de eisen zijn veel hoger. Ja, zeker. En die editors nemen veel meer tijd, ze zijn veel strenger. Dan moet je weer opnieuw extra onderzoeken doen, opnieuw doen. Ja. En dan word je ook soms boos. Hè? Op hun review remarks word je ook nog boos, maar dan moet je nooit boos worden, denk ik, als een tip. Je moet gewoon accepteren wat ze zeggen en proberen iets moois van te maken. Ja. En wat ik heb gemerkt is binnen de, zeg maar het gebied van internal auditing, dat is een nieuw gebied waar ik gepromoveerd ben. Niet zoveel mensen gepromoveerd zijn op dit gebied. Ik denk dat ik enige ben in Nederland, samen met nog Arno Nuiten, maar die is op Information Systems meer. Ik heb moeite, misschien heb je een tip voor ons als internal auditors. Ik heb moeite om een hele goede topjournal te vinden op internal auditing. Ja. Wat ik nu probeer, natuurlijk zijn journals op information systems, daar probeer ik wel. Ja. Maar mijn thema past niet helemaal daarin. Ja. Dus heb je wat tips? Weet je wat nou het mooie is? Dat vind ik wel leuk. Ik vertel het toch maar even. Als ik het precies zo dadelijk wel gedaan. Ik heb een tijdje ook de leiding gehad van de opleiding aan de Erasmus Universiteit. Dat is echt een tijdje geleden al. En ja. Want ik was toen voorgedragen als hoogleraar. Maar dat ging uiteindelijk niet door omdat ik niet gepromoveerd was. Ik was daar toen het eerste slachtoffer van. En toen hebben ze gezegd van nou, je krijgt wel die opleiding, dan word je dan universitair hoofddocent, heet dat dan. En dan ga je maar promoveren, dan ga je maar proefschrift schrijven. En ja. Dan, als je dat dan gedaan hebt, dan kun je alsnog hoogleraar worden. Dus ik heb toen heel lang bezig geweest met proefschrift, om dat te gaan schrijven. Ik heb allerlei overleggen gehad. En op een gegeven moment kwam iemand... Ik weet dan niet meer wie het was hoor. Die zei op een gegeven moment van Jan, weet je, ik heb een leuk onderwerp voor jou. En dat is, ga nou maar eens aantonen dat accountancy of auditing, dat een wetenschap is. Is dat nou een wetenschap? Ja. Nou, en daar heb ik toch serieus over na zitten denken. Dus uiteindelijk is het niks geworden hoor. Dus, maar soms vraag ik mij dat af. Dan denk ik van... Ja, en dat verklaart waarschijnlijk ook een beetje het feit dat er ook zo weinig over in de wetenschappelijke wereld zo weinig beschikbaar is en bekend is daarover. Dus wat, volgens mij is het ook geen wetenschap. Dus ik heb daarna nog eens een keer een discussie gehad met, ik wilde iets verkopen via Marktplaats. En toen kreeg ik contact met een hoogleraar aan de medische faculteit van de VU. En die zegt, ja, toen vertelde we zo'n beetje over de VU. En ik zeg publiceren en zo. Ja, hij zegt, ik schrijf wel 10, 20 publicaties per jaar, hè, in die AB-journals. Dus daar is dat, maar dan zie je weer dat die medische wereld, daar is dat wetenschappelijke, is daar veel... Ja, veel vanzelfsprekender. Dat hebben wij niet. Dus nee, internal auditing is heel slecht vertegenwoordig. En waar ik nu probeer, en dat vind ik jammer, is dat nu mijn internal audit onderzoek, zeg maar, wil ik proberen in te bouwen in op gebied van information system-achtige dingen. Terwijl ik graag wil zeggen, nou weet je, internal audit effectiveness, dat kan toch? Dat is niet information systems. Ja, ik vind het moeilijk hoor. En dan nog een extra punt. Ja, nou loop ik wel enorme risico's. Maar als je dan ziet wat er in ons vakgebied geproduceerd is op het gebied van proefschriften. Als ik zie van Hans Leenaerts, van Cor Mollema,
Nou, dat zijn gewoon aanfluitingen. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is onverantwoord dat heeft kunnen plaatsvinden. Nou, dus dat is ook nog niet goed voor het beroep. Dus, nou ja, nee. ik zie Barry een beetje glunderen, denk ik. Ik weet ook niet wat die. Maar het is. Het is echt stuitend, want die mensen hebben natuurlijk een proefschrift geschreven, want ze moesten hoogleraar worden. Ja, dan moet je natuurlijk wel promoveren. Nou, dan wordt er zo'n ding geproduceerd. En ook van Rob Feyneman en zo, dan denk ik van. De laatste, want degene die het al wel goed hebben gedaan, die zitten vaak op het belendende gebied, heb ik af en toe het idee. Maar ja, het is, ik vind het een moeilijk punt. Ik vind het een moeilijk punt. Dus ik snap dat het moeite kost om literatuur te vinden. Voor mensen die willen lezen over interne audit effectiviteit, dat is de eerste in Europa, is Rainer Lenz. En ik ben de tweede, dus ik wil bij deze mezelf uitnodigen om een keertje iets te vertellen hierover. Het is een hele mooie, ik heb 4 onderzoeken gedaan. Dat is terzijde. En ik heb nog een andere vraag, Jan, voor jou, want jouw thema is bijdragen aan een succesvolle carrière. Ja. Nou, het is wel zo dat ik uit praktijk kom. Hè. Ik werk bij ABN AMRO. Ik heb hier op de lijst, zie ik ook een aantal collega's, die kennen mij ook. Ja. En ik kom uit praktijk en ik ben gepromoveerd. Maar ja, in de werkwereld probeer ik een bruggetje te maken tussen academisch kennis en praktijkkennis. Ja. Maar dat gaat ook niet makkelijk, want die mensen uit praktijk die zijn niet zo geïnteresseerd in dat wetenschap. En daarom is een goede vraag hier in die forum. Is audit wetenschap? Ik zou zeggen, ja, het is wel wetenschap, want dan kun je ook wetenschap maken. Ja. Maar op een of andere manier, dat bruggetje tussen academische wereld en praktijk is nog niet goed gelegd. Hoe zie jij dat? Ja, maar dat sluit een beetje aan op wat ik eerder al vertelde. Dat er zo weinig gepubliceerd wordt. Dat er in het vakgebied zo weinig gebeurt. En ik kan me nog niet herinneren, die discussie met Van Hulzen Top en hoe heet ze, Aad Bak Van Zutphen. Toen in de 70 en de 80 en 90 jaren van de vorige eeuw. Iedere maand stond er in de accountant en zo stonden daar artikelen in het Maandblad voor accountants in bedrijfshuishoudkunde, in het MAP en zo. Ja, en die mensen zaten in die commissies. Je had toen destijds bij het NIVRA. Ja, ik moet nu even, want Norea was er toen nog niet. Zat ik bij het NIVRA in de COIV, de Commissie Organisatie van Informatieverzorging. Vroeger was dat de CAF. Daar zaten al die houten metoten zaten erin. En dat werd gepubliceerd. En dat had aandacht. Daar werd ook in de opleiding werd er aandacht aan besteed. Die literatuur. Blokdijk, dat artikel van Blokdijk, het kernvraagstuk. Nou, iedereen kende Blokdijk. Nou, en dat werkte. Maar nu, er gebeurt niks. Helemaal niks. Ja, en dat is heel, heel matig. Ik zeg nu even naar de VU. Als je kijkt naar de literatuurlijst. Nou, Barry, je hebt misschien ook wel eens naar gekeken. Dat is eigenlijk treurig. Is gewoon treurig. Ja? Wij zijn nu, proberen nu met die bundels wat te doen. Ja? Maar jullie, daar kijk ik ook even naar jou toe, jullie treden niet op de voorgrond. Je laat je niet zien. En dat moet toch wel gebeuren. En dat doe je dus niet door een proefschrift, maar dat moet dan door, door te vertellen. En nu, de opmerking, Jan, jij geeft gelijk, je moet wat meer optreden. Alleen er is een beperking met de universiteit op het moment dat je proefschrift hebt en dan ben je gepromoveerd. Ja. Dan zeggen ze, ja, maar wacht even, je kunt niet zomaar publiceren, want dat moet samen een samenwerking zijn. En dat moeten we samen doen ergens in een topjournaal. Dus als je ergens bezig bent, dat kun je niet op andere plekken publiceren. Dus wij leggen ook onszelf vrijwel beperkingen. Om meer op te treden op meerdere plekken. Ja, Violette, Jan. Want het wordt nu een aardig debat tussen twee mensen. Dat was heel mooi. Er zitten natuurlijk ook nog een kleine 150 mensen in de call te luisteren. Ja. Het is goed om eerst even verder te gaan met de presentatie. Dat is prima. Ik heb mijn vragen gesteld, dus dat is top. Dank u wel. Maar laat je zien, meid. Laat je zien. Dat is in ieder geval een ding wat ik zeker mee moet geven. Ja. Oké, ik ga door met mijn verhaal. We waren met de plagiaat. Nou, daar hebben we dan uitgebreide discussie. Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Je moet weten wat je wil. Dus bij voorbaat moet jij een inhoudsopgave hebben. Laat ik dat even vooropstellen. Met een begin en een einde. Dat je meteen al weet wat het is. Want anders dan gaat het niet goed. Want dan ga je alle kanten op en dan weet je het niet meer. Moet je dus echt
goed gedaan hebben. En dan een ander punt is de onderbouwing. Het moet... je kunt niet allerlei axiomatische opmerkingen maken, allerlei veronderstellingen. Het moet onderbouwd zijn. Altijd. Ook al is het in een artikeltje of zo. Aangeven waar je het vandaan hebt en die onderbouwing moet beschikbaar zijn. Je kunt niet alles... We zien nu die discussie over die Anne Frank discussie die nu plaatsvindt met die mensen die verraden hebben en zo. Daar zijn dus gewoon mensen genoemd zonder afstemming en dergelijke, heb ik nu begrepen heb. Nou, dat is gewoon niet goed. Dat is echt onverantwoord en dit gaat heel veel consequenties hebben voor de betreffende mensen. Nou ja, Anne Frank is er niet meer, maar het is gewoon heel vervelend. Het kan niet, moet niet en dat kun je alleen maar ondervangen door te onderbouwen en aan te geven waar je het vandaan hebt. En dat moet dan ook nog vaak verantwoorde literatuur zijn. Dus dat wil ik even meegeven. En dan tenslotte besteed ook aandacht aan het uiterlijk. Hoe ziet het eruit? Ja, het moet er gewoon een beetje netjes eruit zien. Er moet een mooi verantwoord plaatje in zitten. Ik noem maar even wat. Goede bladspiegel. Goed ingebed. Goede kaft eromheen. Als het een boek is of iets dergelijks. Dat zijn toch punten. Dat is het eerste wat mensen doen. Hè? Die pakken zoiets vast en dan gaan ze bladeren. En dan kijken ze erin. En dat moet er gewoon goed uitzien. Want anders dan is het meteen killing. En ik ook als ik in een boekhandel kom en ik pak een boek en dat wil ik gaan lezen, dikte maakt me eigenlijk geen ene flikker uit, maar het moet wel een beetje een lettertype hebben wat gewoon vriendelijk oogt, waar je gewoon zin in krijgt om het te gaan lezen. Het moet toegankelijk zijn. Ik heb nog wel eens wat van die proefschriften en scripties gelezen waarvan ik denk, jongen, hoe krijgen ze het allemaal? Doe het dan ook weer niet in regelafstand 2 en zo, dat er bijna niks op een pagina staat, want dan hebben we weer de andere kant van het verhaal. Dan krijg je alleen maar heel veel bladeren, terwijl het veel beperkter zou kunnen zijn. Maar het is gewoon, ik wil het gewoon even noemen als een punt van aandacht. Nou, we hebben nog heel veel slides te gaan en we zijn al bijna aan de tijd. Dus dat wordt wel een punt van aandacht. Barry, welke vormen? Nou, ik heb hier een paar op een rijtje gezet. De eerste, daar gaan we verder over hebben, is een biografie. Waarom heb ik dat even bijgezet? Omdat ik daar zelf aan zit te denken. Want ik ben natuurlijk 66, ja, 66 nu. En ik besef me, ja, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat ik eigenlijk het vakgebied IT auditing van begin af aan meegemaakt heb. Ik ben in 1974 toen ook de HEAO gegaan, want ik was in 1977 gaan werken bij Kleinvold Kraaienhof. Dat was ook de periode dat de IT auditing in opgang kwam. Toen kwamen de Roel Toppens, Dick Steenman, Cor Cox, Dries Nijsing, Han Urbanus. Die gingen toen allemaal publiceren. Toen is eigenlijk het vakgebied IT auditing is ontstaan. Ik ben toen al heel snel bij KPMG die AC part-time opleiding. Dat was heb ik een half jaar lang eigenlijk een IT audit opleiding gevolgd, een interne IT audit opleiding gevolgd. Dus ik heb eigenlijk het vakgebied van het begin af aan meegemaakt. Dus ik zit af en toe wel eens te denken. Misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Gewoon eens opschrijven wat ik allemaal zo meegemaakt heb op dit vakgebied. Om gewoon de ontwikkeling van het vakgebied gewoon eens te brengen aan de hand van mijn eigen ervaringen. Omdat ik natuurlijk nogal wat gezien heb door zowel in het bedrijfsleven, bij de overheid, gemeentelijke, landelijke overheid grote bedrijven, kleine bedrijven. Ik heb eerlijk gezegd nogal wat gezien. Dan denk ik van, misschien moet ik dat maar eens een keer doen. Dus daarom heb ik even dat even genoemd. Verder bezit ik er geen aandacht aan. Maar ik vind het eigenlijk wel... En als iemand anders, er zijn er wat meer mensen die misschien wat al een aantal jaartjes meelopen. Ik denk dat het voor goed is. Ik probeer ook bij de VU mensen wel eens die scripties moeten schrijven. Van, nou, schrijf maar eens een keer de geschiedenis van het auditvakgebied, van IT auditing. Daar is... Er is best wel wat over te schrijven, denk ik. Dus, en of dan in de vorm van een biografie of gewoon een historische analyse moet zijn, dat laat ik even in het midden. Maar het is, als mensen iets willen,
Nou, grijp je kans, zou ik zeggen. Ik vind het wel iets wat... Want het vakgebied bestaat nu 50 jaar, zeg maar. Dus laten we dan 74 eens beginnen. Wat is dan? Dan is 26. Dan zitten we nu op 46, 48 jaar. Dus over een... nog 2 jaar, dan zitten we even 50 jaar IDP-holding. Dus 24 over IT-holding van dat boekje van KPMG, dat is er volgens mij in die tijd ongeveer uitgekomen. Dus, functiescheiding in geautomatiseerde omgevingen, van dat beroemde boekje van Ernst & Young, een van de goede dingen die ze ooit geproduceerd hebben. Maar het is helaas verdwenen, maar dat zijn wel van die dingen die wel leuk zijn. Dus vandaar, dank je biografie. Verder wil ik het even hebben over het schrijven van boeken, proefschriften, maar daar gaan we heel snel overheen hoor, over scripties, over artikelen, zowel intern, dus binnen de eigen bedrijf als naar buiten toe. En ik heb dan nog even, ik heb daar even vlugschriften of lofzangen genoemd, dat je mensen eens een keer wil eren of zo, of bij jubileum iets wil toeschrijven. Dat zijn van die kleine dingetjes en daar wil ik ook nog even aandacht aan besteden. Barry, volgende wat? Dan gaan we door met het boek. Boek, ja. Ja, mocht je nou eens overwegen om een boek te schrijven. Nou, ik heb misschien ook de laatste bullet wel bovenaan moeten zetten. Dat is op het ogenblik zo moeilijk niet. Hè? Dus je kunt natuurlijk tegenwoordig publiceren in eigen beheer. Er zijn allerlei tools en middelen beschikbaar om gewoon een eigen boek te maken. En gewoon op het internet beschikbaar te stellen. Je bepaalt zelf je verkoopprijs. En je kunt zoiets gewoon via het internet beschikbaar stellen. Gewoon in eigen beheer. Dat is best een... best wel eens te overwegen waard. Zeker als ik net Barry weer opmerkingen wil maken over allerlei onderwerpen die op het ogenblik actueel zijn. En waar best behoefte is om daar eens wat meer over te schrijven. Zeker vanuit ons vakgebied is het belangrijk. Dat heeft dan ook alles te maken met de 3 B's die ik daar binnenin heb gezet. Als ik iets schrijf over een bepaald onderwerp, dan maak ik altijd deze 3-deling. Mensen die dat boek van mij kennen, die zullen het ook wel terugzien. Altijd die 3 B's, begripsbepaling, beheersing en beoordeling. Ja, dus begripsbepaling, dus eigenlijk wat is het nou? Ja, waar wil je het over hebben? Wat is het onderwerp nou? Het onderwerp, Barry noemde er net al een paar, maar ook over die al misschien wat langer bestaan, over agile systeemontwikkeling en zo. Om maar een voorbeeld te noemen over cybersecurity en zo. Maar dan moet er wel een stukje eerst duidelijk het begrip aangegeven worden. Dan natuurlijk de beheersing. Hoe hou je het in de greep? Hoe hou je zoiets in de greep? Hè? Dus het heeft alles te maken ook weer met bestuurlijke informatieverzorging. Dat is natuurlijk mijn vakgebied. Dus interne beheersing. Beheersing in zijn algemeenheid. Hoe houden we het in de greep is het punt. En hoe controleren we het dan? Ja, de beoordeling. De beoordelende component. Wij zijn IT-auditors, de meeste van ons, denk ik. En dan is het ook altijd belangrijk om ook aandacht te besteden aan de auditkant van het onderwerp. Waar de haken en valkuilen waar je tegenaan loopt. Dus als je iets wil gaan doen over een boek, dus je wil echt eens iets breeds brengen, denk aan deze 3-deling, neem die mee. Die wilde ik gewoon even benoemen. Ook hier is, en er staat bovenaan, die voorbereiding en die inhoudsgave is belangrijk. Je moet van tevoren verdomme weten waar je naartoe gaat. Hè? Dus er moet gewoon een inhoudsgave zijn. Ik zie dat er een S tussen had gemoeten, dus dat is nog even een taalfoutje had ik moeten zien. Maar je moet van tevoren weten de kop en de staart. Het hele verhaal moet, moet gewoon een inhoudsgave zijn. Daar moet je mee beginnen. En dan kun je vervolgens met name zorgvuldige planning, een goede voorbereiding, weten hoeveel tijd je ervoor uit gaat trekken. En dan kun je gewoon aan de slag gaan. Dan die onderwerpen heb ik net al over gehad. Heel belangrijk, en dat vind ik toch wel een punt, ik heb het zelf meegemaakt, dat is de uitgever. En ik heb daar echt heel bijzondere ervaringen mee. Ik kan me nog herinneren toen de eerste versie van mijn boek uitgegeven werd, dat via Annemarie de Jong was dat nog, weet ik nog wel. Dat was de uitgever, die werkte bij Kluwer. En Kluwer heeft dan allerlei uitgevers die dan een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En dan lever je dat boek in. En dat gaat dan naar een redacteur toe.
En ja, als je nou iets wil leren, dan moet je dat doen. Dus echt, dames en heren, ja, publiceren een eigen beheer is leuk, maar ik heb het toen via de uitgever gedaan. En toen kon het ook niet anders, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar zijn de redacteurs en die halen er echt verschrikkelijke dingen uit. Het is onvoorstelbaar wat die doen. Ik kan me ook herinneren dat ik die teksten terugkreeg. Was nog een beetje in 1992, ook nog een beetje handmatig. Het was meer rood. Het was zo rood, die teksten die ik terugkreeg. Onvoorstelbaar. Maar wat heb ik er veel van geleerd, zeg. Over hoe jij dat moet doen. Over opsommingen die een beetje consistent moeten zijn. Ja, de ene keer doe je al met lidwoorden beginnen. De andere keer weer niet. Hoofdletters, kleine letters en zulke dingen. Zinnen die niet lopen. Ik heb er ontiegelijk veel van geleerd. Maar ook daar heb ik gemerkt bij de volgende drukken. Toen kwam het bij een andere uitgever. Toen kwam het bij Ten Hagen Stam terecht. Dat kan ik me nog goed herinneren. Daar ben ik nog boos over. Verdomme. Ja, dan komt er een tweede druk uit. Ja, en dan hebben ze gewoon de index eruit gehaald. Want er staat vroeger staat een hele index in, helemaal opgebouwd. Maar dat was natuurlijk te moeilijk om dat even weer opnieuw te doen. Want die was natuurlijk niet echt digitaal meer beschikbaar. Door in dat tijdsgevricht. Dan hebben ze gewoon weggelaten. Dan krijg je een boek aangeleverd. En heel die index was eruit. Gewoon die index is gewoon eruit gesloopt. Stelletje bandieten. Wat was ik boos, zeg. Jongen, dan zijn ze gewoon heel pragmatisch en dan knallen ze het er gewoon uit. Dat is onstelbaar. Dus je moet echt die uitgevers in de gaten houden. En toen zaten er ook nog heel veel fouten in. Dan denk ik van, hoe zijn die toch ingekomen? Hoe kan het nou toch? Hebben ze het weer niet goed gezet of zo? Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Het moet wel heel zorgvuldig gebeuren. Dus let daarop. Als je bij een uitgever, met een uitgever in zee gaat. Ja, laat het goed lezen en is heel dankbaar, kun je heel veel gebruik van maken, maar het moet wel goed gebeuren. En in dit tijdsgevricht steeds minder, alles moet snel, vlot en goedkoop gebeuren. Ja, want tegenwoordig heeft iedereen ongeveer een boek geschreven. Als je op tv af en toe van die discussieprogramma's ziet, komt er weer eentje met een boek. Ja, maar die redactie is toch eigenlijk wel heel belangrijk. Dus vandaar dat ik het even hier even wil benadrukken. En dan, ja, wat levert het nou op? Nou, jullie mogen het rustig weten. Dat boekje van mij, dat levert 15% op. 15% van de netto omzet, dus de BTW is er al afgehaald. En dan krijg je dan 5%. In dit geval moeten we het dan nog met z'n tweetjes delen. Dus dan krijg je 7,5%. Dat is volgens mij een vrij gebruikelijk percentage. Dus wil je iets mee naar buiten toe, dan weet je ongeveer hoe rijk je ermee kunt worden. Nou, niet dus. Dus als je denkt van ik wil daar. Dan zie je dus dat het reuze tegenvalt of meevalt, is hoe je bekijkt. Ik weet wel, in onze toptijd werden zo'n 2000 van die boekjes verkocht. En dat was voor Kluber was dat een bestseller. Die waren daar echt heel blij mee. Dat was een 2000 lijkt bijna niks, maar het viel mij eigenlijk wel. Ik vond eigenlijk ook niet zoveel, maar nou, je kunt ongeveer uitrekenen wat mij dat oplevert. Ik kon ermee op vakantie. Maar daar hield het ook echt wel mee op in de beginjaren. Nu zijn het er nog maar enkele tientallen die verkocht worden. Maar toen in die tijd, in de toptijd, waren het enkele duizenden per jaar. En dat, nou ja, was leuk voor een leuk vakantiecentje. Maar meer levert het ook eerlijk gezegd niet op. Maar het is ondertussen, in die tientallen jaren heeft het toch wel aardig, is het ook wel een redelijk bedrag, moet ik eerlijk zeggen. Maar hou er rekening mee dat je wat het ongeveer oplevert als je daaraan zit te denken. Maar boeken schrijven, het is echt een helve job. Het heeft mij heel veel tijd gekost, echt waar, om dit te doen. Terwijl ik goed wist hoe het moest, dus die driedelingen en zo. Dat was allemaal standaard, we wisten wel welke onderwerpen er waren. Die stonden allemaal mooi op een rijtje, maar toch viel het mij tegen. Nou, ik heb op het moment, nog als afsluiting, heb ik wel zitten overwegen om Starreveld te gaan herschrijven. Een moderne versie van Starreveld. Dus, maar ik ben een stukje begonnen met het COSO-verhaal en dergelijke. En de control environment. Dat ging allemaal. Maar toen ik allemaal aan de typologieën kwam en zo, is het gewoon allemaal niet meer,
niet meer gelukt. Dus het is gewoon een enorme uitdaging om te doen. Dus ik wil het even daar maar bij laten. Nou, Barry die heeft daar volgens mij nog veel meer ervaring mee. Maar die moet dat op een andere keer nog maar eens een keertje uitleggen. Ik ga naar het volgende onderwerp. Een kleine stukje ervaring vanuit mij. We hebben samen met Peter Noordam en Aart van der Vlist toen het trendsboek geschreven. En dat trendsboek hebben we inderdaad ook in eerste instantie ook via de uitgever gedaan. Maar zodra een boek echt succesvol is, dan zie je dan dat de uitgever er afhankelijk van wordt. Dus dat is eigenlijk ook het moment dat je dat in eigen beheer weer interessanter wordt dan via een uitgever. Dus als je weinig gepubliceerd hebt en je wil iets neerzetten en namaken, dan is een uitgever juist onwijs interessant vanwege en de redactie, maar ook vanwege de marketing deel. Hè. Zodra je een heel succesvol boek hebt, dan wil je liever eigen uitgever zijn. In ieder geval wat betreft de centjes dan. Dat is een beetje wat ik wel heb meegemaakt met het Trends.nl-boek daarin. Maar dat is ter aanvulling. Maar het blijft leuk en je doet het vooral ook voor de extra. Als je een heel mooi verhaal hebt gemaakt, dan word je gevraagd voor spreekbeurten. Dan ben je bekend als de onderwerp / vakdeskundige waarover je hebt geschreven. En daar zit echt de gewin voor jezelf. Maar ook voor je bekendheid bijvoorbeeld. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja, ik ken het helemaal hoor, Barry, wat dat betreft. En ik vind het nog steeds altijd wel leuk. Ik heb een tijdje, toen ik nog op de Erasmus zat, moest ik regelmatig college geven op de UNA, de Universiteit Nederlandse Antillen. En dat is toch weer een ander land. En dan, als je dan een handje gaf, dan keken ze al en denken ze van, hey, die naam komt bekend voor. En dan zie je al. En dan 5 minuten later komen ze met het boek aan en dan moet er gesigneerd worden en zo. Nou, dat geeft dan wel een. Vind ik dat toch ook wel leuk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus het levert niks op, maar ik vind het wel mooi om dat dan toch weer mee te maken. Dat is toch wel het leuke ervan, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dus je wordt er niet rijk van, maar het is voor je performance is het echt een aanrader. En verder niks over te vertellen. Maar Barry bevestigt het ook, dat is ook gewoon zo. Het volgende onderwerp wil ik even maar niet te lang bij stilstaan, dat is het proefschrift. Is natuurlijk een belangrijke. Nou, hier is dat bezint eerder begint echt van toepassing. Ja, want het is gewoon een traject van echt vele jaren. Je moet een goede begeleiding hebben. Ja, de verdediging is ook de verdediging is ook heel is uiteindelijk ook heel belangrijk. Waarbij het, wat mij altijd opvalt, het meer gaat over de aanpak dan over het onderwerp zelf. Dus hoe heb je het aangepakt en hoe heb je het onderbouwd en zo. En dat is ook het volgende punt. Dat is ook een belangrijk punt van aandacht. Ook het voorstel is toch een punt van aandacht. Want het moet toegevoegde waarde hebben voor het vakgebied. En het moet academisch verantwoord zijn. En dan kom je met die discussie die daarnet Violeta was het geloof ik, toch? Of al aanhaalde. Dan kom je toch al direct bij de A&B journals. Die wij in Nederland eigenlijk niet kennen. Vroeger waren het de economische statistische berichten. Waren volgens mij het enige. En het MAP is het volgens mij even geweest. Op een BEEP. Maar de A-journals die vind je eigenlijk alleen maar in het Engelse en in het Amerikaanse. Dus en probeer daar maar eens tussen te komen. Dat is echt een uitdaging. Dus die proefschriften, dat kost gewoon vele jaren. Het kost echt heel veel jaren voordat je daarmee mee klaar bent. En gelukkig zijn er op de universiteit is er dringende behoefte aan. Want iedere keer komt die vraag. Voor degene, als je het overweegt en je hebt het geschreven. Nou, de kans dat je hoogleraar wordt is bijna 100%. Bij de VU zitten we nog met smart te zoeken naar in ieder geval eentje. Maar volgens mij zelfs 2 hoogleraren. Maar de eis van gepromoveerd zijn is heel absoluut. Ik heb het zelf mogen ervaren. Ik was, ik was voorgedragen en dan op het laatste moment, toen zei iemand van, hé, deze meneer is die gepromoveerd. Dat was toch bij de voorzitter van het bestuurscollege. Jongen, dat was een van de grootste teleurstellingen in mijn leven toen. Ik stond al in de studiegidsen en zo als hoogleraar. En toen ging het last minute niet door. Nou, dat is de grootste teleurstelling. Nou, niet helemaal de grootste, maar wel een hele grote teleurstelling geweest in mijn leven. Dus wil je het verder brengen, dan moet je toch eigenlijk wel wil je vaktechnisch toch je kunnen profileren, moet je gewoon een proefschrift geschreven hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
En ik denk dat, ik zie Barry al heel sterk ja knikken. Ik denk dat het ook gewoon zo is. Dus, maar het is een uitdaging. Het is echt een uitdaging om dit te doen. Onderbouwing, verantwoorden, het moet toegevoegde waarde hebben. Dat zijn toch punten die, die belangrijk zijn. En een goede aanpak. Jongen, 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 wat een uitdaging. Maar ik vind het knap hoor, door degenen die het gedaan hebben. Meen ik serieus. Ik vind het echt een prestatie. Als het een beetje hout snijdt, laat ik dat er wel even bij vertellen. Dus de 105 pagina's van Hans Leenaars, dat is, dat moet je niet willen. Moet je echt niet willen. Ik ben natuurlijk opgevoed met het NVS-verhaal van Ronald Paans. En dat is toch wel wat anders dan het verhaaltje van Hans Leenaars. En daar kun je misschien ook wel thuis bij hebben. Alhoewel, ik vind dat nog steeds wel een toonaangevend boek, moet ik eerlijk zeggen. Dus, of boek, in ieder geval een proefschrift. Dus ik ga hier snel overheen, want het is 8 uur al zeg. Scripties! Ja, scripties die worden, de meesten hoeven het niet meer te schrijven, maar ik wil het toch even nog aan ons, omdat ik er natuurlijk zelf iedere dag mee te maken krijg. En toch die publicatie, ik had het net over Violeto weer, dit werkt hoor. Wij zijn nu bij de VU begonnen met die bundels, een jaarlijks een bundel te maken van de goede scripties, samen te vatten en in een bundel op te nemen. En dat levert echt resultaat op. Dus de woorden, heb ik begrepen, door iedereen met heel veel plezier ontvangen en ook gelezen. En dat is voor degenen die erin komen te staan. Met foto, ja, dat is gewoon goed. Dus soms heb ik het idee van, moet het nou allemaal? Ja, want het is toch wel een opgave om dat in combinatie met je werk te doen. Maar scriptie schrijven is toch eigenlijk wel leuk. Vooral omdat het niet zo groot hoeft te zijn als een proefschrift of als een boek. Dus een bladzijde of 50, dan kun je best al een leuk verhaal schrijven. Dan zit je een beetje tussen het artikel waar we zo dadelijk op terugkomen en een proefschrift of een boek tussenin. En het heeft wel toegevoegde waarde. Dus als mensen nog eens een keer een opleiding overwegen waar een scriptie aan gekoppeld is, doe het zeker, want je leert er echt veel van. Het is toch, je wordt toch gedwongen een bepaald onderwerp op te pakken, daar eens goed naar te kijken. Is zeker dat onderwerp begripsbepalingen, wat ik net al zei, om dat nog eens een keer, hoe zit dat nou precies? Wat is nou cybersecurity precies? Wat is nou agile precies? Ja, dan ben je gewoon gedwongen om daar eens wat verder naar te kijken. Nou, dat is voor jezelf is dat alleen maar goed. Ja, maar je moet het onderwerp wel klein maken. Dus niet te breed uit dat je weer alles erbij gaat pakken. Maar pak een bepaald onderwerp ervan. Of beperk je tot een bepaalde sector in het bedrijfsleven. Ik noem wat, een klein bedrijf of groot bedrijf. Zo, het onderwerp maak het klein. Daarmee krijg je ook wat diepgang. Gelukkig, dat is toch wel belangrijk. Is er scriptiebegeleiding, is eigenlijk standaard. En nu hebben we op de VU tegenwoordig allemaal gepromoveerden. Dus het scriptieproces is daar alleen maar beter van geworden. En de studenten en jullie dus ook, mocht je ooit nog een scriptie schrijven, maak daar goed gebruik van. Want zij kunnen echt richting geven aan hoe het zou moeten. Heel belangrijk is onderzoeksaanpak. Ja. Vaak, zeker in onze situatie, in ons vakgebied, is het toch heel vaak de situatie van de case study. Ja. Je ontwerpt een soort theoretisch model en dat ga je vervolgens in de praktijk toetsen. En daarvoor maak je daar gebruik van een case study. Dus dat is eigenlijk een beproefde methode. Er is heel veel discussie over het allemaal zo verantwoord is, maar... Het is voor de IT-auditor die ook eens een keer wat wil doen op dit gebied, is dit eigenlijk wel de meest pragmatische aanpak. En daarom, want als je nou zo, net als ik straks al zei, eens een keer het vakgebied is, historisch wil analyseren, ik noem maar even wat. Ja, dat vraagt toch literatuuronderzoek. Dat is toch een beetje saai en bureauwerk. Ik kan me voorstellen dat het beter is om het in de praktijk eens een keer te toetsen. En zeker als je het onderwerp vrij klein hebt gehouden, dus het normatieve model wat je vanuit je theorie hebt ontwikkeld, ook niet zo groot is, dan is het heel verantwoord om dat in de praktijk te toetsen. En dat leidt dus inderdaad tot die modelvorming. En heel veel discussie is iedere keer de literatuur. Ik heb hier gewerkt gezet, en dat is niet helemaal waar wat ik hier heb gezet, geen Wikipedia. Ja, ik heb van die literatuurlijsten, die zie ik dan, en dat zijn allemaal verwijzingen naar het internet, moeten we niet doen. Ja.
Ook weer niet helemaal, want daarom is het, staat hier zo stellig van geen. Want ik maak zelf ook intensief gebruik van, ook op andere gebieden. Ik ben een enorm muziekliefhebber als ik zie wat er op Wikipedia over muziek is geschreven. Soms dan denk ik, sommige artiesten, wat ze erover op, vind ik gewoon knap. Vind ik echt knap. Echt alles wat je wil weten staat erop. Dus het is zo slecht nog niet. Maar wil je verder? Bij ons wordt nu duidelijk gekeken, dan moeten ook die wetenschappelijke publicaties, die moeten er gewoon op staan. Anders is het niet goed genoeg. Dus internet heel belangrijk, maar het papier, om het even zo te zeggen, papier op niveau is en blijft toch onvoorwaardelijk van toepassing. Dus dat wil ik toch wel even benadrukken. Ja, ik ga er wat sneller doorheen, maar we moeten vanwege de tijd, dat is al 8 uur geweest. We gaan naar het volgende, dat is het artikel. Ja, ik heb, daar komt de creativiteit terug en het taalgebruik. Ik heb zelf eens een keer een artikel geschreven in The Accountant en daar heb ik ontzettend veel complimenten over gekregen. En waarom? Ik kan me nog herinneren van Bram van den Berg toen nog, van Ernst & Young destijds, die vond het zo geweldig. En waarom? Niet zozeer vanwege de diepgang, ik weet al eerlijk gezegd niet meer wat over ging, maar gewoon vanwege het vlotte taalgebruik. Gewoon, ik zou zeggen bijna popiopie of vlot opschrijven. Dat is eigenlijk toch wel heel belangrijk. Dus daarom, ik heb die ook bijgezet, maak eventueel gebruik van tekstschrijvers. Ik heb zelf, dan kom ik even terug op die teksten die ik vaak geschreven heb voor, of vaak, niet, ik heb het een aantal keren gedaan voor ministers en directeuren-generaal en zo, die dan eens een keer wat moeten vertellen. Bij justitie en bij alle accountantskantoren hebben ze dat ook, hebben ze gewoon zo'n publicatie, zo'n publiciteitsafdeling. Ja, daar zitten tekstschrijvers. En het is werkelijk onvoorstelbaar hoe die mensen in een vloek en een zucht een tekst gewoon zo geweldig mooi maken, zonder dat het inhoud echt verandert. Echt, doe dat, want het is echt een te overwegen. Dus mensen die bij grotere organisaties werken, meestal hebben ze van die publicitaire afdelingen. En daar zitten mensen, ook de titels van paragrafen en van hoofdstukken. Ja, ik vind dat, ik heb wel eens een keer wat ingeleverd. En wat je ziet, wat je daar terugkrijgt, ja, het is knap. Dus dat wil ik toch even benadrukken. Wil je artikelen gaan schrijven, en of je dat nou intern of extern doet, ja, let er even op. Maak ze niet te groot. Ja, het moet echt twee, drie, vier A4'tjes, dan houdt het echt wel op. Ja, het moet een creatief proces zijn, maar let op de taalgebruik. Hè. Dat is zo goed. Een aansprekende titel moet erbij. En laat het, nou, dan kom ik weer een beetje terug op taalgebruik en zo, laat het door een collega lezen. Ja, laat het lezen, wat vind je ervan? En hopelijk een collega die het dan ook echt leest. Dus niet, het ziet er wel leuk uit Jan, en ik zal het even thuis wel eens even doorlezen. En dan lezen ze het niet door en dan komen ze de volgende dag en dan zeggen ze van, ja, het ziet er wel goed uit. Het is goed hoor, het kan er wel weer door. Nou, en dan gaat het weer. Nee, het moet echt goed gelezen worden. Ik denk dat het toch belangrijk is om dat te doen, want je schrijft iets, je gaat het aanpassen, je gaat het vlotter maken, je gaat het zelfs via tekstschrijvers laten lopen, maar de kern moet natuurlijk wel blijven staan en dat dreig je dat te vergeten en dan is het belangrijk om dan eventueel via een collega dit nog even mee te nemen. Kan, zeker bij organisaties zijn er gewoon mensen die dat kunnen. En de collega is altijd bereid, zeker op artikelniveau, want er zijn meestal geen scriptielengtes, is dat heel verantwoord om dat te doen. Dus en artikelen, dus, je kunt ze altijd kwijt hoor. Ik weet nou van mijn zoon, die werkt bij KPMG. En die wordt gewoon gevraagd. Want er zit ook een publiciteitsafdeling. En die hebben gewoon afspraken gemaakt met allerlei tijdschriften en kranten en zo. Dat ze gewoon bijdragen aanleveren. En dan worden er gewoon eigenlijk vrij simpel, vrij eenvoudig geplaatst. En als je daarin komt te staan, altijd goed. Dus leg contacten met zulke afdelingen bij. Ik weet in ieder geval bij KPMG dat ze er daar zijn. En het draagt bij. En zeker als hij zo lief met zijn carrière bezig is. Nog jong, hè, dus je bent met zijn carrière bezig. Het is alleen maar goed. Het draagt bij en het is voor de naamsbekendheid en zo. Is het gewoon leuk.
Ja, en de vader is er ook nog trots op ook. Dat is dan nog helemaal bijzonder. En misschien leuk om aan te vullen, Jan. Dus, het redactieteam vanuit de werkgroep van Isaka. Die helpt natuurlijk ook. Als jullie artikelen schrijven voor Isaka en dat willen aanleveren. Ja, dan helpen wij natuurlijk ook om die te beoordelen. En daar van feedback voor verbetering en creativiteit te realiseren. Dus vandaar dat we dat ook zeker zullen stimuleren. Ja. Ik zag het ook op de site, want ik heb natuurlijk dan weer een keer op de site gekeken dat jullie dringend op zoek zijn naar mensen die er iets over willen schrijven. Nou, grijp je kans, zou ik zeggen. Maar let op deze punten hier. Hè. Let even op dat taalgebruik. Maak het niet te lang. Ben creatief. En laat het even door een collega lezen. Toch belangrijk. Er zijn wel mensen inmiddels aan het in de chat aan het aangeven dat ze echt moeten gaan. Dus ik denk dat we dan een afronding moeten komen, Jan. Ik ben bijna klaar. Nog even nog de volgende slide. Dat is dat vluchtschrift, geloof ik. Ik me goed herinner. Dus daar is natuurlijk helemaal creativiteit is belangrijk. Het moet juist leuk zijn. Een beetje op de emotie inspelen. Ja, ik noem natuurlijk altijd de lach. Hè. Het is jubileum. Maar er zijn ook wel eens mensen die overlijden of zo. En dan moet er af en toe ook wat gepubliceerd worden. Er moeten artikeltjes en even kort iets geschreven worden over zo iemand. Ja, en dan moet je daar toch wel een beetje op inspelen. En dat ook wel, want soms raakt het mensen. En als het jou lukt om mensen te raken, nou dan heb je je doel bereikt. Dus dat wil ik even aangeven. En ik dacht, weet je wat, ik moet er nog wat bij verzinnen. Misschien is het wel leuk om het eens een keer in een soort dichtvorm. Of, nou, niet echt in een gedicht hoor, maar je snapt wel een beetje wat ik bedoel. Hè? Een beetje lyrisch opgeschreven, dat zou toch eigenlijk wel goed zijn. Let op het taalgebruik. Dat is, ik heb het vluchtschrift genoemd, maar het kan ook een andere naam, maar jullie snappen wel een beetje wat ik bedoel. Dus juist daar is de creativiteit heel belangrijk. En dan moet ik eerlijk zeggen dat bij de gemiddelde IT-officer dat best wel eens een probleem zou kunnen zijn. In ieder geval bij mij sowieso. Oké, samenvattend. Volgende slide. Je wordt er zelf beter van. Let even op. Als je de publiciteit zoekt en je doet het goed, dan word je er echt beter van. Het levert het, je wordt er niet rijk van, zeker niet. Ja, maar het is gewoon, het geeft je gewoon een kick als je weet dat mensen je kennen en dat je regelmatig nog eens gevraagd wordt van, oh ja, heb jij toen, hoe zit dat en zo? Nou, alleen maar goed. Daar word je alleen maar beter van. En ook de omgeving heeft er dus, het heeft toegevoegde waarde. Zeker een goed artikel is altijd goed om mensen aan het denken te zetten. Maar alles staat of valt met een goede voorbereiding. Ja. Let op de tijd, het kost echt veel tijd. Dus voordat je het doet, ja, denk na eer je begint. Maar als je begint, zet het dan wel voort. En dan tenslotte, laten toetsen. Ja, is eigenlijk, zeker als het een beetje vaktechnisch verantwoord is, is absoluut noodzakelijk dat er gecontroleerd of getoetst wordt door een, ik heb het hier vakgenoot, of een collega, die in ieder geval nog eens goed leest of je geen onzin dingen opgeschreven hebt. Ik denk dat het toch belangrijk is. Nou, dat was hem. Zijn er nog vragen? Dat was de laatste slide, maar die zijn tussendoor een beetje gekomen. Misschien dat er nog mensen vragen zijn. Dan kan dat nu nog bij deze. Dus, brand los zou ik zeggen. Ja. Barry. Allard. Ja. Ja. Allard Hanepen is mijn naam. Ik werk als adviseur informatiebeveiliging. Heel erg in de praktijk. Dus ik heb geen wetenschappelijke omgeving waar ik in werk, maar heel erg in de praktijk. En dat betekent ook met mensen uit de praktijk. En ja, ik heb dus met heel veel respect naar je werk gekeken en het boek wat je hebt gemaakt. Maar dat is voor mij een heel breed platform. Ja. Het is veel onderwerpen en je zet dan één boek neer en dat blijft dan jarenlang als standaard bestaan. Ja. Nu is mijn vraag aan jou. Stel nu dat je, en ik denk dat dat voor veel mensen ook geldt in deze, in dit publiek, die uit de praktijk een bepaald thema hebben waar ze goed in zijn. Identity access management, blockchain, ik noem maar twee voorbeelden. En daar best regelmatig een zinvol verhaal over willen vertellen. Maar dat niet in een boek of een artikel willen doen. Even wachten dan, want ik krijg ineens het telefoontje tussendoor. Nou, dat is weg. Ja. Hij is weg. Sorry.
Dus vanuit de praktijk ja, wel iets willen vertellen aan je audiëntie. Of het liefst via social media of een online platform. Ja. Ja, waar moet je dan rekening mee houden? Dus niet de wetenschap van maken, maar wel op regelmatige basis iets over je eigen stokpaardje publiceren. Ja. Ja, nou ja, kijk, je moet dan toch de vaktechnische platformen zoeken. Dus je komt dan toch bij, wat Barry net al zei, bij de Norea terecht. En ik heb in het begin van mijn verhaal al verteld. Ik vind het heel matig wat daar naar voren komt. En dus volgens mij is dat het platform om te gaan doen. En dan is het voor jou, als je dat wil, ja, is het dan belangrijk om de eerste B... Ja, om die dus gedegen uit te werken. Dus als je het wil hebben over cybersecurity, als je het wil hebben over blockchain, ja, leg het uit. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, mensen snappen er, neem even dat onderwerp blockchain, dat moet je dan bijna op Jip en Janneke niveau gaan uitwerken. En dat gebeurt te weinig. Mensen die pakken het niet op. En dan lezen ze het en dan zeggen ze, ja, het zal wel. Wel eentje over blockchain, wat moet ik hier dan mee? Want ik snap het nog niet. Ja? Dus Barry heeft net al de uitnodiging gedaan. Je bent van harte welkom. Het komt er zo op, weet ik zeker. Maar dan is het dus belangrijk. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, ik ga het weer herhalen. Ja, gedegen analyse, liefst toch onderbouwd. En hoeft echt geen EB-journals te zijn hoor. Gewoon, dan mag je best gebruik maken van internet, maar ook van algemeen aanvaarde literatuur die er gewoon is. En daar kun je best een verantwoord verhaal schrijven. Dat is het enige wat ik eigenlijk daarover kan zeggen. En dat geldt ook voor de NBA. En in dit geval, ik kijk je even aan, als jij contact opneemt met de VU, ja, dus in dit geval met, nou, je zou het met mij kunnen doen, maar ik zou zeggen, ik ga meteen naar Abbas Shahim toe, naar de hoogleraar, de eindverantwoordelijke. Nou, er is altijd ruimte voor jou om daar wat dingen te doen. En dat geldt trouwens ook voor andere universiteiten. Dat weet ik bijna. Dat bedoel ik niet zeggen dat de opleiding is. Nee, helemaal niet. Maar gewoon. Kijk, maar het klinkt wel als een heel gewichtige omgeving. Terwijl, ja, ik zelf en dan ook, denk veel mensen in dit gezelschap. Het misschien op een wat lichtere manier willen brengen. Hè? Zeg maar een periodieke blog ergens over. Ja, ja. Het liefst één thema waarmee dan geïdentificeerd wordt. Dus ja. Dat je niet steeds weer over iets anders begint, maar dat je echt dan, hè, zoals jij dan ja, een gezicht bent voor auditing, hè, dan zou je hem dan kunnen zeggen, nou, ik pak dan zeg maar die blockchain of pentesten pak ik aan. En daar kan ik op een regelmatige basis uit de praktijk iets zinvols doen. Ja, dan moet je dus de kruiwagen gebruiken, dus in dit geval de Norea of de VU, die bieden dat platform, hoor. Die geven dat zeker aan en die zullen zeker dat en dan als jij dat wil gaan bloggen, dan kan dat allemaal, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dus dat moet je gewoon, en ja, je kent me misschien niet helemaal, maar uiteindelijk ben ik ook maar gewoon een hele simpele ziel hoor, dus zo bijzonder is het nou ook weer niet, die academische wereld, het lijkt allemaal heel wat, maar kijk nou Barry, nou, het is wel een verhaal, dus hè, Barry? Hoog opgeleid en valt echt reuze mee, en en wij zitten echt, dat weet ik zeker, mensen die wat willen, daar zitten de opleiding op te maken. Want we moeten meer doen als de opleiding ook. Hè, die moeten gewoon meer doen dan alleen maar lesgeven. Dus juist het vakgebied verder brengen, dat moet gepubliceerd worden. En dat hoeven echt niet allemaal proefschriften te zijn. Dat moet gewoon gepubliceerd worden. En als dat onder de VU-noemer kan gebeuren, vinden ze dat wordt alleen maar toegejuicht. Dus, ja, nou, super interessant. Want ja, de andere kant is vooral juist die zeer commerciële kant, hè, van seminars waar dan met heel veel promotie van bedrijven dan mensen een verhaal gaan vertellen. Waar je dan vooral denkt, ja, het gaat hier om marketing en netwerken. Soms een weerstand tegen. Ja. Nee, maar dat vragen ze nou juist. Dat is nou juist bij de VU het goede ervan. We kunnen het debat nog natuurlijk verder doorzetten. Maar ik denk dat de mensen langzaam ook naar een afronding willen. Ja, ik ga het zo beantwoord hoor. Dankjewel. Excuus voor de onderbreking. Dus Allard, maar ook geen probleem. Ik wil Jan in elk geval enorm bedanken. Wat mij betreft een... al dan niet virtueel applaus voor Jan.
En hoe heet het, geef ik jullie graag gebruik. Ik zie nog één handje omhoog komen. En misschien is dat de applaus van Frank, maar misschien dat het ook een vraag is, maar dat weet ik niet zeker. Maar anders, ik hoor hem er niet tussen kopen, dus, komen. Dus ik ga de sessie beëindigen. Mijn excuus daarvoor. We hebben wat meer tijd benodigd gehad dan gepland oorspronkelijk. Maar dat was natuurlijk ook te wijten aan een heel mooi verhaal. Dus dat is dan terecht. Jan, hartstikke bedankt. Blijf jij nog heel even hangen. En mag ik de rest verzoeken om virtuele zaal te verlaten. Jan. Tot ziens allemaal.